Vrijheid is voor mij doen en denken wat je zelf wilt en kunt. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die je de hele tijd vertellen wat je wel moet denken. En hoe je moet denken. En vrijheid kan ook te maken hebben met veel beweging. Maar dan moet je eerst wel ruimte hebben. En mensen moeten jou ruimte geven. De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap bestaat nu 140 jaar. En is begonnen van mensen die met elkaar een soort voeding wilden hebben. Anders dan in de bestaande kerken geboden werd. Ze waren dus eigenlijk op zoek ook naar een soort ruimte. Waar ze met elkaar konden zoeken naar dingen die belangrijk waren in hun leven. Zonder dat andere mensen gingen vertellen hoe het moest of hoe het zat. Op 5 mei is de start van ons jeugdproject. En het jeugdproject gaat over vrijheid en vrijzinnigheid. Iedereen is uitgenodigd en er zijn heel veel speciale activiteiten. Elke jongere krijgt een rugzakje of. En daarin zit een stripje met onze geschiedenis. Een brief dat we heel blij zijn dat ze die rugzak willen accepteren. En een kaartspel. Een kaartspel waarmee je de bedoeling is dat je met anderen speelt. En je speelt niet zozeer het spel, maar je vraagt elkaar om commentaar, om uitspraken. We bieden eigenlijk een rugzakje met vragen aan waar je heel veel wijzer van kan worden. Kijk 6 mei op de website van Nieuw Wij, want het wordt een heel leuk evenement. Vrijheid blijft altijd kwetsbaar. Daar moet je iets mee doen. Daar moet je over na blijven denken.